Welkom bij Regio TV aan tafel, een bijzondere aflevering onder het motto Uit de kunst. En daardoor hebben we plaatsgenomen in de Pulgi-studio en hebben daar bijzondere gasten die van alles en nog wat weten en te maken hebben met kunst. Dit en meer in deze aflevering van Regio TV aan tafel. Mijn eerste gast, bijzonder hartelijk welkom, gasten moet ik zeggen, Sylvia de Boer. Sylvia, wat heb je met Pulgi-studio in eerste instantie? Ik ben hier werkend lid, zoals dat heet. Dus een van die 450 kunstenaars die hier mogen exposeren. Ja, en de vraag die we altijd hebben aan de kleine regiotafel hier zo, waar kom je vandaan? Waar ik vandaan kom, ik woon nu hier, randje Statenkwartier Scheveningen. En ik ben opgegroeid in Alphen aan de Rijn, dus dat ligt dan. Dat staat niet op de kaart. Ja, en wat heb je verder met deze bijzondere regio? Ja, nou, ik ben hier gekomen om de kunstacademie te doen en ik ben nooit meer weggegaan. Het is heerlijk. Ja, en je praat al gelijk over de kunstacademie, dan praat je ook gelijk over de geschiedenis. Want waarom gaat iemand naar de kunstacademie? Ik denk dat ik niets anders kan. Dus ik ben nergens anders voor geschikt. En ik wilde als kind al alleen maar tekenen, schilderen enzovoort. Dus ja. Ik ben gewoon gaan doen wat ik kan. En dan praat je over de tijd als kind. En als kind had je dan te maken met je ouders. Je vader was timmerman. Nee, mijn opa. Je opa was timmerman. Ja, dat is leuk. En die was aan het werk met... Ja, en hij was ook amateur kunstenaar. Hij had het liefst ook naar de academie gegaan. En het jammer is dat hij net niet meer weet dat ik dat heb gedaan. Ja. Dus hij is overleden voordat ik naar de kunstacademie ging. Maar ik gebruik zijn gereedschap. Ja. En slaat creativiteit altijd een generatie over? Dat zie je vaak. Hoewel bij ons de hele familie wel zeer creatief is. Ook veel muzikaal en schilderen, tekenen. Nou heb ik een heleboel gelezen en er komt een heleboel informatie op je af. Ja. En hoe zou je zelf je werk typeren? Ik heb wel een paar quotes heb ik zo eens even eruit gepakt. De huidige werkparaplu is Kairos. De beleving van tijd, echte tijd, chronos, bestaat slechts als gegeven. Daar is elke seconde even lang. Ja. Nou, je hebt hier, ik spreek het goed uit, Kairos. Ja. En je hebt hier een expositie. Ja. Nou, vertel. Ja. Nou, je hebt chronos en je hebt Kairos. Chronos is de chronologie, dus elke seconde is even lang, gewoon de klok. En Kairos is de beleving van tijd. Dus wij leven als het ware, je wordt geboren en je gaat dood als een lange lijn. Maar zo ervaar ik dat helemaal niet, want onderweg zijn allerlei valluiken als het ware. Dat je zo, je ruikt iets en je denkt meteen aan je oma of opa in dit geval. Dus het geheugen werkt anders dan de lange tijd. Plus het feit dat een seconde, als ik hier met jou zit te praten, gaat die seconde snel. Maar als ik bijvoorbeeld op de bus wacht, dan is tijd anders. Dat ervaar je anders. En wat ik doe in mijn werk is eigenlijk de stukjes tijd opzoeken die vreemd zijn. Bijvoorbeeld het moment dat je in slaap valt, die tijd ken je niet. Want op het moment dat je denkt, ik val nu in slaap, ben je weer wakker. Ongetwijfeld. Ja, dus daar is tijd iets anders dan alleen maar het gewone leven. Dus in mijn werk zoek ik die stukjes tijd op. Ja. Ja, en hoe typeer je je werk zelf? Want ik heb een heleboel Engelse kreten gehoord. En daar ben ik altijd een beetje huiverig van in het Nederlands. Want dan lees ik die impossible awareness of falling asleep, losing a dream and waking up. Ja. And the past is always present. En denk ik, het klinkt allemaal fantastisch. Ja, dat zijn titels. Ik heb mijn titels in het Engels, omdat... Ja, waarom? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben dol op het Nederlands. Maar kunst is een internationale taal. En ik heb ook veel... Engelstalige klanten, dus, maar dat is niet de reden hoor. Ik vind gewoon, het is een internationale taal. Je moet het anders toch vertalen. Dus ja, iedereen spreekt Engels. We gaan nog wat beelden van je werk laten zien, maar je hebt wat meegenomen. Ja, ik heb eigenlijk alles wat weggehaald is uit mijn werk meegenomen. Dit is een pot met olieverf schraapsel, zou ik maar zeggen. Kom maar, ruik maar. Dat is... Oh, ja? Ja, dat is... Wat ook? Ja, ik ben benieuwd naar je reactie. Ja. Ja,
Het stinkt een beetje, of niet? Het stinkt een beetje. Nou, het ruikt naar olieverf. Oh ja, ik vind dat, ik vind dat lekker. Oké, okay, nou prima. Ja, dat, ja, dan ja, weet je ook gelijk dat ik niks met olieverf in ieder geval zelf zal doen. Dat geeft niks. Maar wat bijzonder is aan deze pot, is dat het eigenlijk de archeologie is van mijn werk. Want ik haal steeds, ik breng verf op. En dat haal ik weer weg met beitels van mijn opa dus bijvoorbeeld. En ik voeg weer toe en ik haal weer weg. En alles wat ik weghaal, bewaar ik. Dus dit is eigenlijk de archeologie, ook weer een tijdseenheid van mijn werk. Ja. Dus wat ik een paar jaar geleden heb weggehaald, zit hier en dat gaat zo naar boven. Ik vind het gewoon mooi. Prima. Ik bewaar het. Je gaat exposeren en dat doe je nu in Pulgi. Ja. Tot wanneer doe je dat? Tot en met 9 mei, net als Brigitte. Ja. Ja. En dan, en wat gebeurt er dan met het werk? Er is een gedeelte verkocht, de rest gaat terug naar het atelier. En ik heb nu de hoop dat bijvoorbeeld het Wevershuis in Leiden, je had het over textiele associaties met mijn werk. Door mijn werkwijze lijkt het op textiel, dat is niet per se het doel, maar... Ja, het krijgt iets van weefsel. Dus het lijkt mij heel erg leuk om juist op plekken te exposeren waar dat textiel belangrijk is. Nog even over corona, hè, ja, momenteel. Wat heeft dat voor jou voor impact gehad? Ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Net je vond het heel erg. Ik denk dat je een van de weinigen bent die dat, ja, die dat zo typeert. Nou, bijvoorbeeld een opening is altijd heel gezellig en druk met glaasjes en gezellig. En het werk hangt er zo omheen. En nu mochten er maar 25 mensen komen. Ja. En die keken ook echt naar het werk. Dus de kwaliteit, de kwantiteit is omlaag, maar de kwaliteit is omhoog gegaan. Ja, en je ontvangt mensen bewust, gericht. Iedereen vindt het leuk, want ze hebben eindelijk een uitje. Dus dan maar naar Sylvia de tentoonstelling bij wijze van spreken. Erg gezellig. Jammer dat ik ze niet kon trakteren in de Soos. We hebben een hele fijne binnentuin. Ja. En dat was jammer. Maar dat is nu ook open, dus ja. Sylvia, dank voor het gesprek. Graag gedaan. En er is een changement gemaakt aan tafel. Op dit moment Maartje Keetman. Maartje, bijzonder hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Ja, de vraag die we toch aan iedereen stellen is dan, waar kom je vandaan, hè? Ja, ik ben geboren getogen in het Westland, maar ik woon en werk nu in Den Haag. In Den Haag, en daar gaan we het ook over hebben. Daar gaan we het over hebben, ja. Want we gaan het, je zit hier namens de GGD. Ja, GGD Haaglanden, ja. En jullie hebben het hartstikke druk, denk ik, hè? Ja, dat klopt. We hebben het heel... Door COVID en de vraag die mensen thuis natuurlijk nu hebben is van, wat heeft dit nu met kunst te maken? Maar dat was ook de eerste vraag die ik kreeg. Want we gaan het hebben over de kunstroute Moerwijk en Loop je mee? Ja, ik werk zelf bij de afdeling gezondheidsbevordering voor de Haagse aanpak gezond gewicht. En daar zijn we al langere tijd bezig in de wijk Moerwijk om te kijken van hoe kunnen we daar de bewoners verder helpen. We zijn daar aan het samenwerken met allerlei partners ook in de wijk. Met mensen van welzijn, de buurtsportcoach, huisartsen. En dat doen we eigenlijk vanuit de insteek van positieve gezondheid. Waarbij uitgaat dat gezondheid niet alleen ziekte is, maar ook meedoen, zingeving, kwaliteit van leven. Dat hoort er ook bij gezondheid. En vandaar dat we die samenwerking zoeken met die partijen. En dan samen dingen organiseren in de wijk. Ik dacht zelf eventjes, we zitten in de Pulgi-studio. Ja. Een mooie omgeving. Ja. En dan, wat heeft kunst dan met... gezondheid te maken, maar daar hebben jullie dus een aardige oplossing voor gevonden. Ja, nou een brede kijk op, inderdaad, brede kijk op gezondheid. En op een gegeven moment kwam natuurlijk corona en werd het moeilijker om activiteiten te organiseren, omdat er gewoon minder kan. En toen hebben we inderdaad met onze samenwerkingspartners bij elkaar gezeten van wat kunnen we nou nog bieden aan de bewoners, wat kunnen we voor ze betekenen. En wandelen is iets wat kan altijd, dat kan in de buitenlucht, dat kunnen mensen altijd doen. En toen hebben we samenwerking gezocht met Kunstmuseum Den Haag om zo eigenlijk de route op te zetten. Ja, we hebben pas een hele leuke gast gehad die alles vertelde over de mooie beelden in Voorburg en in Leidschendam-Voorburg. Ja.
Maar dat gaan jullie anders oplossen, dacht ik, hè? Want is er veel te zien op het gebied van kunst? Nou, Moerwijk heeft nu heel weinig kunst en dat is heel jammer. Want kunst in de wijk is goed voor de leefbaarheid van de wijk. Uh-huh. En het stimuleert participatie en sociale contacten en levendigheid in de wijk. Dus vandaar dat we dat ook wilden bieden aan de wijk nu. En er hangen in de vier buurten van Moerwijk hangen 5 replica's van pronkstukken van Kunstmuseum Den Haag. Die hangen eigenlijk op een poster en die hangen achter de ramen bij winkels, bij panden van Vestia, bij scholen, zelfs bij een buurtbewoner. En daar hebben we een route langs uitgezet. Dus er is een gebrek aan kunst in Moerwijk, dat zeg je eigenlijk? Ja, er is weinig kunst, dat klopt, ja. En ga je er dan ook wat aan doen om in de toekomst daar gewoon kunstenaars de gelegenheid te geven om echt werk ook te exposeren? Dat zou heel leuk zijn, maar we zijn nu gestart met eerst de kunstroute. En we nodigen mensen van harte uit om daar aan mee te doen. En daarna gaan we verder kijken. En wanneer begint die kunstroute? De kunstroute is al gestart en die kun je lopen tot en met 31 mei. En dat kun je doen aan de hand van het routeboekje. Daar staat informatie in over de kunstwerken die er hangen. Daar staan opdrachten bij voor bij de kunstwerken. En er staan voor kinderen beweegchallenges in. Dus het is voor ieder wat wils, voor jong tot oud. Ja. Is dit de toekomst ook, dat een organisatie als de GGD zich met dit soort zaken gaat bemoeien? Want je doet het ook nog met een welzijnsorganisatie, hè? Ja, met Mooi Welzijn. Dit is eigenlijk... De samenwerking zoeken we graag vaker vanuit het idee van de positieve gezondheid. Dus om alle gebieden daar te dekken. En dit is eigenlijk wel echt ontstaan vanuit de huidige situatie waarin we nu zitten. Maar we zien wel dat het heel erg aanslaat al bij de buurtbewoners. Dus wie weet. Maar leeft kunst ook in de wijken? Er is nu dus niet veel kunst, maar toen wij de posters gingen... Dat is wat anders, gingen... dat er niet veel kunst is, maar zijn er mensen daar enthousiast over? Toen wij de posters gingen ophangen, merkte je wel enthousiaste reacties van mensen. Dat ze het mooi vinden, mensen gaan er naar kijken, mensen gaan erover praten. En we delen de routeboekjes uit. Mensen kunnen ook een vrijkaartje krijgen voor het kunstmuseum, dus die hebben we uitgedeeld. Daar zijn mensen heel blij mee. Mensen die zich aan willen melden voor dit hele gebeuren, hoe gaat dat? De boekjes zijn op te halen op 3 punten. In buurthuis Heeswijkplein, Mede Moerwijk en het wijkcentrum Moerwijk. Daar kun je gewoon binnenlopen en de boekjes halen. En dan gewoon gaan lopen, ja. En bewegen is sowieso altijd goed. En kunst is altijd mooi om naar te kijken. Ja, zeker. Ik weet voldoende. Maartje, dankjewel. Ja, dankjewel. Dames en heren, dit was Regio TV aan tafel. We hebben het helemaal uit de kunst proberen uit te leggen vanuit de Pulgri Studio. Ik ga u bedanken voor uw aandacht en uiteraard wilt u een en ander nazien. Dat kan op onze website www.regiotvaantafel.nl. Tot de volgende keer. Weer.